De gemeente Tiel heeft in de afgelopen raadsvergadering besloten om toch voor te stemmen voor de invoering van het nieuwe afvalsysteem in Tiel. Maar dit ging niet zonder slag of stoot. Wij zijn en blijven tegen het inzamelsysteem wat AFRI wil invoeren. En gaan zeker niet in op het voor ons gevoel onbeschaamde voorstel. We voelen ons gedwongen iets af te nemen dat we helemaal niet willen. Misschien begrijpt u nu dat we ons wanen in de film die ik in mijn inleiding noemde. Zoals Don Corleone zeggen, I'm gonna make them an offer, they can't refuse. Dit voorstel van AFRI bestond uit een aantal opties, waaronder stoppen met elkaar of het systeem uitstellen voor een jaar, maar daarbij hingen wel flinke prijskaartjes. Dat was uiteindelijk de reden om in te stemmen met de invoering van het gescheiden afvalsysteem. Waarom is Tiel eigenlijk tegen? Er zijn drie grote bezwaren eigenlijk. De eerste vraag is, hoe ga je als bestuur van de stad om met je inwoners? Dat is een principevraag. De tweede vraag is, we zijn enorm bang voor zwerfafval. Voor nog meer zwerfafval, kan ik beter zeggen. Want dat is nu al een issue in Tiel. En we vrezen dat er in ieder geval niet beter op gaat worden. Derde bezwaar is dat we denken dat er systemen zijn die nog veel beter zijn en ook veel vriendelijker voor inwoners. En daar hebben we in ieder geval geprobeerd om daar een oplossing voor te vinden en tijd te krijgen in ieder geval om daar zorgvuldiger naar te kijken. En dat is helaas niet gelukt. De oppositie van Tiel, bij monden van Ton Zuidema van D66, ziet de invoering van het nieuwe afvalsysteem in Tiel niet als een groot probleem voor de stad. Wel keurde hij de opstelling van sommige partijen af. Het gaat met name over hun opstelling ten aanzien van de AFRI. De AFRI wordt gezien als een bedrijf dat Tiel onder druk zet, dat Tiel dwingt, dat Tiel mangelt. Terwijl Tiel zelf, bij monden van de wethouder, in dat bestuur van die AFRI gewoon aan tafel zit en onderdeel uitmaakt van die gemeenschappelijke regeling. Tiel is de AFRI, bepaalt daar het beleid mede. De wethouder is ook verantwoordelijk voor dat beleid. En dan kun je niet op deze manier er tegenaan schoppen. Ik denk dat de wethouder zijn uitstekende best doet om voor Tiel eruit te halen wat erin zit. Alleen de toonzetting, de manier waarop je het gesprek aangaat, in dit geval met de gemeenschappelijke regeling, waar je als wethouder zelf mede verantwoordelijk voor bent, daar heb ik wel zorgen over. De gemeenteraad in Tiel heeft wel bij meerderheid besloten om de gang van zaken voor te leggen aan een arbitragecommissie bij de provincie Gelderland. Die is in het leven geroepen om geschillen binnen gemeenschappelijke regelingen te beoordelen.